Goedemorgen, lieve dames en heren, jongens en meiden. Het is weer een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Laura dacht niet dat ik zou gaan vloggen vandaag, maar ik ga het tegendeel bewijzen. Ik heb een klein beetje haast, want ik ben een beetje laat. Dus ik ga gewoon naar mijn werk. En oh, kijk hoe mooi de boom staat! Wow! En het is buiten echt heel stormachtig. Dus dat is niet fijn. Oké, doei. Ik moet morgen trouwens laat werken. Ja, ik weet niet, 's middags tot 's avonds. Want we gaan naar een kerstmarkt in Hasselt. Oké, doei. Tot straks vanavond. Als ik er nou op tijd thuis ben, dan kan ik wel met jouw lesje mee komen doen. Keetje, en ik ben alweer in Den Bosch aangekomen. Lekker een dagje werken. En ik moet vanmiddag aan het eind van de middag even wat dingen opnemen nog. We hebben een leuke deal online staan, dat ga ik dan doen. Hallo Suus. Nee. Kijk, Suus heeft echt vorige week gezegd, ik ga dat opruimen. Dat is nog steeds niet gebeurd. Nou, trouwens, ik zal even laten zien, het is wel gebeurd. Want het is namelijk verplaatst hier naartoe. Ja, ik heb nog geen kastje waar alles in kan, die komt nog. Dus dit is een tijdelijke en dat kastje dan? Ja, dat is niet voor mij. Mag dat niet? Nee. En wat ben je... Toby troep. En wat ben jij aan het doen vandaag? Ik ben vandaag jouw video aan het editen. Oh, van een mooie... Scaldiana. Wauw. Met mijn huppeltje. Zit mijn huppeltje erin? Ja, cheers. Cheers, jammer. Oeh. En kijk hoe mooi weer het is buiten. Zo lekker. En kijk wie daar zit. Hey. Hey. Wat heb je gedaan? Oh, je hebt hem groot gezet. Je bent zo... Oh. Oké. That's easy. Yes. Ik ben weer weg, hè? Ik ga even naast mijn lieve buurman zitten. Ik wil de beste. Ja? Als het goed voor je en representatief uitziet. Morgen gaan we trouwens naar België met het filmteam. Echt superleuk. Heel veel zin. Dan gaan we schaatsen en zo. De kerstmarkt. De eerste deal die ik ga doen vandaag is dus bij de bakker. Daar kun je bij Social Deal pepernoten, chocoladeletter en een banketstaaf. Krijg je in plaats van voor 16 euro zoiets voor 8 euro. Dus die ga ik ophalen en dan ga ik er even een video van maken voor op TikTok. Maar ik rijd nu dus naar Eindhoven bij de bakker. Let op, werkzaamheden. Werkzaamheden. Het is potverdikkie wel slecht weer hoor. Het is echt winterachtig en het is koud ook. Ja, en morgen dus. Morgen gaan we dus op pad met in totaal met z'n vieren. En dan gaan we naar Hasselt, gaan we dus naar de kerstmarkt en schaatsbaan en reuzenrad en hebben ze allemaal tentjes, echt zo'n kerstmarkt. En dan kom je wel echt lekker in die kerst en mijn kerstboom staat ook al. Dus dan kom je echt helemaal goed in de stemming voor kerst. Dus dat is ook wel echt heel leuk, heel gezellig. Alleen we moeten dan wel, is pas 's avonds open, dus we kunnen pas 's avonds gaan. Dat is één nadeel, maar ja, aan de andere kant is het ook wel heel leuk. Ik heb mijn Social Deal weer even lekker binnengehaald. Kruidnoten, een letter en een lekkere staaf. En ik ga het dus vanavond aan Laura geven, als cadeautje. Gewoon, zomaar. En ja, hier zitten best wel veel calorieën in. Ik let er best wel goed op. En ik heb gelijk even mijn avondeten gehaald. Want ik was toch bij de Albert Heijn. En ja, ik ga dus weer een keer wraps eten. Ik at het eerst elke dag wraps met... heksenkaas, kaas, kipfilet en sla. Dat was echt mijn favoriete maaltijd alle tijden. En daar heb ik nu echt heel lang niet meer op. Dus ik dacht, het is wel weer een keer tijd, want ik eet elke dag soep. Het wordt weer een keer tijd om zoiets lekkers te eten. Ik heb dus net even een unboxing gedaan op mijn Snapchat. Wat er allemaal in de tas zat die we van KPN hadden gekregen. En ik ben echt zo blij met die spullen, want de powerbank die is echt top. Omdat die dus met MagSafe kan die dus met je telefoon verbinden. Gewoon, kun je hem gewoon aanklikken, heb je geen kabeltje nodig. En ik heb hem dus zaterdag al helemaal opgeladen. En hij was nog steeds gewoon vol. Dus echt heel blij mee. En die tasjes zijn ook echt super fijn. Dus KPN die regelt het allemaal goed. En als je denkt, ik heb het gemist. Volg me dan even op Snapchat. Maaike V. Houten. Ik deel heel mijn leven erop. Dus, tip voor de kijker. Tip van de dag. En ik heb net bij de Albert Heijn. Heb ik dus ook nieuwe kaarsen gekocht. Want die lange kaarsen van ons waren op. En ik kon dus nergens
kon ik nieuwe lange kaarsen vinden die dus zwart waren. En dan hadden ze die bij de Albert Heijn opeens. Dus deze kaarsen zijn het. En die kan ik dan gezellig hierin stoppen. Ja, het is niet echt zwart, maar het is wel... Het is perfect. Ze passen precies. Ja, ik denk dat het trouwens standaardmaat is die altijd past. Nou, kijk hoe gezellig. We kunnen eindelijk die kaars ook weer een keer aan. Oh, hey hond. Hey. Wat denk je, was die kaars vet? Dan is het alweer tijd om te eten. Ik ken nog een leuk liedje over tortillas. Of ja, het is eigenlijk meer een rap. Daar doe jij dus op heksenkaas. Moet wel even afgemeten en gewogen worden. Want ik ben nog steeds op dieet, dus ik mag nog steeds niet te veel eten. En ik gebruik de app Livesum. Want die vind ik echt super fijn. Oei, is wel veel calorieën. Maar ja, dat wist ik ook van tevoren eigenlijk wel. Lekker die wrap insausen. Oh, dit is zo lekker. Dan doe ik er altijd kipfilet op. 3 plakjes. Per wrap. Ja, sla maar op niks. Dat is jammer, want die wraps van Albert Heijn zijn niet zo heel lekker als die van Jumbo. Ik denk persoonlijk zelf. En dan just a little bit of cheese, yes, on the side. And this cheese also needs to go up, so I think I will make this up. And then you're ready. And then you fold it in. Then it's 700 calories, that's a lot. That's a lot, but it's very nice. And you just fold it, roll it, what you like. You roll it in. You can put some avocado on it, but it's too much calories for me. And then you can fold this wrap also in. And you do it in a bag, because then you can eat it tomorrow again. And then this is my food. And this is really good food, this, yes. Ik heb mijn eten helemaal opgegeten. Het was echt heerlijk. En nu had ik dus tegen Laura gezegd dat ik bij haar zou komen sporten. Dus wat doe ik dan even maar? Het is soms lekker die fles. Maar deze is eigenlijk heel fijn, want deze houdt warm en houdt koel. Ik heb net gesport met Laura mee. Alleen ik moest net lunchen doen. En ik heb dus iets verrekt in mijn bovenbeen. Dus het zal misschien wel erger worden morgen. Maar kijk nog eens even naar dit logo. Dit is toch niet normaal hoe mooi dat het er hangt. Het is echt perfect gewoon. Dus nogmaals aan alle mensen die... Oh, ik zal hem even uitzetten, want we gaan nu. Aan alle mensen die mee hebben gedaan. Heel erg bedankt. Oh, 100%. 50. Ja, uit. Ah... We gaan nu gewoon naar huis. Weet je wat ik trouwens heb gegeten? Nee, mag raden. Je krijgt 3 kansen om te raden wat ik heb gegeten. Flauwee. Soep. Nee. Maaltijd. Nee. Nog 1 kans. Pizza. Nee. Wat dan? Wraps. Wraps met heksenkaas. Oh, je oude recept. Ik heb genoten van elke seconde. Maar ik heb dus 2 kleine lepeltjes met heksenkaas gedaan. En dat was al 120 calorieën. Want ik heb 2 wraps op. Maar ik had ook 1 wrap kunnen pakken. Maar ik dacht, ja, nu geniet ik er wel even lekker van. Hè. Ja. Zo lekker. Dat had ik eerst echt elke dag. Ja, ik heb echt zo genoten. Niet normaal. Maar waarom heb je zo'n kleine bidon? Kijk, Laura heeft daar zo'n kleine bidon staan. Hoeveel milliliter is dat? 300 of zo? Ja, weet niet. Kijk hoe klein dit bidonnetje is. Het is echt super klein. We zijn dus weer thuis en we gaan even kijken dat we Laura's auto kunnen opladen. Want ze heeft een laadpas binnen. Kijk, deze gaat hierin. Hop. Ja, nou wordt hij groen. Ja, hij laadt wel, zie je dat? Een lampje. Ja. Maar is hij, moet hij... Oh ja, bij die is hij ook blauw. Die is ook aan het laden. Was hij goed? Dus nou kan je gewoon weggaan. Dan doe je hem gewoon, hoppakee, dicht. En dan ga je gewoon. Kijk, ik heb een cadeautje voor jou.
Voor mij? Ja. Oh, pepernoten. Lekker. Kruidnoten. Kruidnoten. En? Wat nog meer? Mandelstaaf. Nee, speculaas. Speculaasstaaf. Ja. En? Speculaasappel. Welke kleur? Ja? 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 Leuk ingepakt, hè? Ja. Ik zelf gedaan. Ja? Ja. Van de echte bakker. Van Godfried. Godfried de Vocht. Echte bakker. Lekker, hè? Ik doe Godfried bij mij. Ja? Dat is toevallig. 1 tot 10 dat je dit in één keer opeet. Oké. 3, 2, 1, 5. Oeh, 1 tot 10 dat jij het in één keer opeet. 3, 2, 1, 7. Ik wou 6 zeggen. Oh. Het is wel amandel. Spijs. Ja. Nou, daar heb ik nou echt spijs van dat ik die heb genomen. Oh. Ik dacht dat het speculaasstaaf was. Maar dat is gewoon spijs, zie je dat? Ik lust geen spijs. Maar ja, is me goed ook. Maar ik wil wel eigenlijk een randje proberen. Kun je een randje niet afhalen, de bovenkant? Nee. Ja? Ja, er is nog een beetje spijs op. Wat heb je dit nou hier? Ja, zoals je wil. 8 euro, dit allemaal samen. Terwijl deze spijs is alleen al zonder prijs op. 6,60 euro. En volgens mij was alles in totaal iets van 15 euro. En met social deal was het 8 euro nog iets. Best wel een goede deal hoor. En allemaal van de echte bakker. Dat, ja. Maar het is wel echt heel lekker allemaal, denk ik. Ja, het moet wel goede pepernoten zijn. Eentje. Kruidnoten, het zijn kruidnoten. We hebben hondentv aangezet en Noah ging gelijk rustig liggen, maar toen stond ik op en toen gingen ze wel lopen, maar... Ga maar lekker liggen, Noah. Ah, dat is lief. Dus dat was onze video voor vandaag. Bedankt voor het kijken allemaal en wij zien jullie morgen weer bij een nieuwe video. Doei!